Dag dames en heren, in deze nieuwe 10-daagse video gaan we kijken naar het zomerweer wat de komende dagen verwacht wordt, maar vooral ook naar de mogelijke hitte later in het weekend en begin volgende week. Die hoge temperaturen staan er namelijk nog steeds in. Maar we kijken eerst even naar de actualiteit en de komende dagen. Hier zien we een weerkaart voor dit moment. Afgelopen dag, woensdagmiddag, was het nog op sommige plaatsen in het oosten van het land ruim 30 graden. Lokaal zelfs bijna 31. Maar geleidelijk zien we vanuit het westen een hoge drukgebied onze kant op schuiven. En dat zorgt de komende dagen ervoor dat er een vrij frisse noordwestelijke wind opsteekt. Helemaal vanaf de Noordzee. En dat levert toch wel gematigde temperatuur op voor deze tijd van het jaar. Aan zee zal het de komende dagen niet veel warmer worden dan 18 tot 20 graden. In het binnenland kan het nog wel eens een keer 25 graden worden. De echte hitte zit hier ten zuiden van dit hoge drukgebied, maar zit een beetje opgesloten boven Frankrijk en ook Spanje en Portugal. Daar wordt het de komende dagen wel al steeds vaker op steeds meer plaatsen 40 graden. Nou, daar krijgen wij voorlopig niet mee te maken, maar geleidelijk zien we in het weekend dat hoge drukgebied wel langzaam onze kant op schuiven. Komt dan wel een tijdje een beetje boven onze omgeving te liggen. En dat betekent dat die warme lucht boven Frankrijk eigenlijk zo'n beetje hier stokt. Het kan niet uitstromen naar het noorden richting onze omgeving. Aanvankelijk stond begin deze week in de verwachtingen dat het komend weekend al heel warm zou worden. Dat gaat dus niet door, omdat dit hoge drukgebied wat langer boven ons hoofd blijft liggen en de hitte als het ware tegenhoudt. In onze regio levert dit overigens wel prachtig zomerweer op met veel zon en temperaturen van zo'n 20 tot 25 graden. Gaan we dan wat verder kijken, dan zien we dat maandag heel langzaam dat hoge drukgebied wel naar het oosten gaat schuiven. Het ligt nog steeds te dichtbij om de echte hitte bij ons te krijgen, maar langzaamaan zie je wel dat met een omweg die warme lucht al om dat hoge drukgebied heen begint te sijpelen. De temperaturen zullen dus al wat hoger uitkomen op maandag, met in het zuiden misschien al wel 30 graden. Intussen wordt het in Frankrijk echt bloedheet met 40, misschien lokaal wel 43 of 44 graden. Kijken we dan naar dinsdag, dan zien we dat dat hoge drukgebied echt naar het oosten schuift. Ja, en dan komt de weg vrij voor een hele hete zuidelijke stroming, zoals de weerkaarten op dit moment dus eruit zien. Dat hoge drukgebied ligt dan boven Tsjechië ongeveer. En intussen bouwt zich boven het westen van Frankrijk, een beetje op de grens van die hete en die wat koelere lucht, een lage drukgebied op. Dat noemen we een thermisch lage drukgebied. En dat breidt zich vervolgens langzaam uit in de uren daarna richting dinsdagavond of woensdag naar onze omgeving. Dat kan op den duur ook wat regen- en onweersbuien gaan geven, maar hoe zwaar die buien exact kunnen gaan worden, valt nu nog lastig te zeggen. Het is natuurlijk nog 6 tot 7 dagen vooruit. Daarna dan kunnen zich in de loop van de week stevigere buien boven onze omgeving vormen. Uiteraard met die hitte in de buurt kan dat ook weer onweer opleveren. Maar geleidelijk zien we dan wel de warmste lucht in ieder geval naar het oosten verplaatsen. Beetje richting Duitsland, ook Polen krijgt daarmee te maken. En dan krijgen wij langzaamaan ook met een omweg weer wat koelere lucht vanaf het westen. Ook weer door een nieuw hoge drukgebied wat zich op de oceaan opbouwt. Kijken we dan even naar de temperaturen op 850 hectopascal. Dat is ongeveer 1,5 kilometer hoogte. Daar kun je de luchtsoort het best onderscheiden. Dan zien we de hitte hier boven Frankrijk en het zuiden van Europa, Frankrijk, Spanje, en breidt zich dan geleidelijk uit. Het ging heel snel. Ik zal hem nog even een keer afspelen. Breidt zich dan geleidelijk uit richting onze omgeving en vooral hier op dit gebied, dit moment, dinsdag, middag en avond, dan moet de piek zo'n beetje vallen qua temperaturen in onze regio. Hoe warm het dan exact wordt, hangt ook van de timing af. Je ziet dat hier de warmste bovenlucht dinsdagavond laat en in de nacht naar woensdag passeert. Nou, dan levert het natuurlijk niet zo hele hoge temperaturen op. Maar wanneer dit lopje met hitte overdag zou overtrekken, ja, dan behoren heel hoge temperaturen zeker tot de mogelijkheden. Dat zien we ook in de pluim. Dit is even een pluim, temperatuurpluim voor het noordwesten van Nederland, de Waddeneilanden. En dan zien we dat zelfs daar de kans op 25 graden volgende week vrij groot is. Met nog wat onzekerheid daarboven, maar ook naar onder.
Beetje onzeker dus nog, is logisch op deze termijn. Maar tot die tijd is het daar wel gematigd warm met hooguit een graad of 20. Gaan we dan de temperatuurpluim voor het zuidoosten van Nederland erbij pakken? Ja, die ziet er heel anders uit. Dan zien we dat het de komende dagen al vrij warm is. 20 tot 25 graden. En dan de piek op dinsdag en woensdag met gemiddeld zo'n 33, 34 graden. Maar het is dus zeker niet uitgesloten dat we daar nog enkele graden boven gaan komen. Als dat gebied met die hete lucht dus... ja, gunstig of ongunstig, net zo je wil, timed. Dan pakken we ook nog even de grafieken erbij van de, met de kans op zomerse dagen en tropische dagen. De zomerse dagen met 25 graden of meer zien we hier. Nou, dan zien we ook diezelfde piek hier vooral op maandag, dinsdag en woensdag. Maar ook daarna is de kans op zomerse warmte zeker niet uitgesloten. Het blijft namelijk gewoon vrij warm. In Midden-Nederland is de kans op tropische warmte nog niet heel groot, maar dat heeft te maken met de onzekerheid in de pluim. Er zitten best wat berekeningen ook nog onder de 30 graden, maar dat kan de komende dagen nog wel gaan veranderen. Kijken we naar dezelfde grafiek voor het zuidoosten van Nederland, dan zien we dat de kans op zomerse warmte hier ook bijna 100% is, maar de kans op tropische hitte veel groter. Mocht het 3 dagen op een rij 30 graden worden of meer en dan hier nog een paar dagen 25 graden, dan zouden we een regionale hittegolf kunnen krijgen. Dat is dus een serie van tenminste 5 zomerse dagen waarvan er 3 tropisch warm zijn. Of dat ook in Midden-Nederland lukt, ja, dat is nog maar de vraag. Wat wel vrij zeker lijkt, is dat na die hitte dat de kans op buien langzaam toeneemt. En dat zien we vooral hier in de loop van volgende week. Dat de kans op een paar stevige regen- en onweersbuien wel groter wordt. Maar dat is bij ons niet meer dan normaal op zulke hoge temperaturen. Ik wens u nog een prettige dag.